Ja, zegt de professor. Dit zijn Illumina Orbs. Wat? We kunnen iedereen laten sparkelen. Yo! Heracross! Heracross, doe iets! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Snap video. En de professor die heeft ook iets nieuws voor ons. Doe je duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. In de vorige aflevering zijn we in de jungle geweest en hij heeft nu een orb thingy aan mij te laten zien. Erita zegt, klopt het dat je hiermee Pokémon en Crystal Blooms kan laten gooien? Ja, zegt de professor. Dit zijn Illumina Orbs. Wat? We kunnen iedereen laten sparkelen. Net als die toffe Meganium. De professor die zegt, ja, maar de blauwe Illumina Orbs die werken alleen hier op Florio Island. Oké. Oh, maar krijgen we ook gelijk gele? Ja, dit werkt wel aardig goed inderdaad. Dit zijn een paar mooie sparkeltjes. Eerlijk is eerlijk. Die guy lijkt trouwens op Brok. Is dit gewoon stiekem Brok toen hij een kind was of zo? Ik ga jou voortaan Brok noemen. En Tot die zegt, hé, dit is Lentals eigen lichtshow. Het Illumina fenomeentje. Laten we die overdag in het park gaan gebruiken en kijken of we het park naar level 3 kunnen krijgen. Dat zou het eerste level zijn wat we op level 3 krijgen. En dan gaan er natuurlijk weer allemaal andere dingen gebeuren. Dus hopelijk gaat dat lukken in deze video, jongens. Let's go. Oké, jongens. Ik moet dus die orpies op Pokémon gooien. Bijvoorbeeld hier op... Er gebeurt niet echt iets, denk ik. Kan ik een orpie op jou gooien op Buffalant? Buffalant, hier, neem een orp. Wow, ja, kijk, hij begint allemaal dingen te doen. Cool, super vet. Hier, wil jij er ook een? Kijk, ja, dit is vet. Oké, dan weten we dat ook weer. Hoor ik nou een Togepi of zo? Oh nee, daar lopen Grookey en Pichu. Die lopen hier weer blij te doen. Yo! Vervillion, wil jij een orpie? Nee, Vervillion doet niks met de orpie, zo te zien. Eens even kijken of Bidoof wat doet. Of misschien Dodrio. Zou Dodrio iets doen? Nee, ook niet. Eens even kijken, misschien Wurmple. Wurmple! Oh ja, ja, er gebeurt iets met Wurmple. Wat doet hij? Oh, cool. Oh, kijk, Emolga. Ja, die doet ook iets. Oh, dit is super leuk. Dit is super cool. Dus hiermee trigger je ook weer allemaal extra dingetjes, joh. Oké, er gebeurt niks met die teen. Oh, er gebeurt niks met die Pokémon. Maar Dodrio komt zich er even mee bemoeien. Nou, die gaan weg. Misschien gebeurt er iets met Duglett. Wow, kijk die Magikarp. Die ging echt vet hoog de lucht in. Jeetje. En Swanna dan? Gaat Swanna iets doen? Nee, Swanna is gewoon aan het chillen. Bidoof, ga jij iets doen? Ja, Bidoof gaat iets doen. Bidoof gaat sowieso iets doen. Die begint weg te rennen. Even kijken hoor. Wat doe je daar, Bidoof? Ik weet niet zo goed wat je doet. Misschien toch niet iets heel bijzonders. Oh, hier zijn nog meer Bidoofs. Ja, dat was een mooi fotootje. Ik hoor hier trouwens echt iets. Ik hoor hier... Oh, kijk hier, Tangrowth. Yo, hier, neem een appel. Neem iets. Doe iets. Hij doet niks. Oké, Tangrowth, dan ga ik er vandoor. Maar deze Magikarp, die ging wel echt flink de lucht in, jongen. Hier. Nee, deze doet ook weer niks. Oh, man. Ja, dit is wel weer een leuke toevoeging aan de game, hoor, moet ik zeggen. Dus even kijken. Hier hebben we ook een Crystal Bloom. Die zit daar. Moet ik even kijken of ik daar goed op kan gooien. Ja, daar kunnen we opgooien. Oh, daar reageren dan Comfies allemaal op. Hallo, Comfy. Kijk. En daar is er volgens mij nog één. Misschien reageert Floorgast daar dan wel op als we die aanzetten. Ja, kijk, die staat ook aan. Dus even kijken, hoor. Misschien kunnen we een dingetje op Floorgast zelf gooien. Hoi, Floorgast. Hallo. Ja, dat is een mooi fotootje. Misschien nog even op die Buffalant. Als het lukt. Buffalant. Ja, die begint te stijgeren. Die heeft trouwens ook een bloem op zijn hoofd of zo. Ik ben benieuwd of we nu level 3 worden in Florio Park. Oeh, kijk. Hier een 4 sterren Buffalant foto. Blijkbaar hebben we toch allemaal 1 sterren Wurmple foto's. Dan vind ik deze wel mooi. Die Magikarp hoog in de lucht. Ja, en een 4 sterren Emolga, jongens. Super cool. Oh, die Comfy foto is maar 1 ster. Okay, hopelijk brengen al deze foto's ons nu naar level 3. Kijk, dit zijn extra punten. Hey, Buffalant is compleet. We hebben 1, 2, 3 en 4 sterren nu van Buffalant. Cool. Die van Floorgast is ook beter. Nice. En die van Grookey ook. Kijk, dat zijn allemaal punten, jongens. Ja, ook extra punten voor Wurmple. Ja, en een lekker platinum voor die Emolga, jongens. Die Emolga-foto vind ik zo leuk. Tangrowth hadden we helemaal nog niet op de foto. Dus die hebben we nu ook op de foto. Dan die van Talo, die is ook beter. En een nieuwe Comfy-foto. Ja, oké, dit zijn wel aardig wat puntjes, jongens. Misschien redden we het wel naar level 3. Ik ben benieuwd. We hebben 28.000 punten nodig. Oh, nu nog 8.000. Dit moet ons lukken in deze video. Yo, dit is ook vet. Kijk, we hebben hier Emolga.
Emolga bij deze... Die laten die dingen eten. Toen ging die elektrische aanval of zo doen. Die Emolga is super cool hier in dit level, joh. Echt heel vet. Dus even kijken of we nou een iets betere foto misschien van Ducklet kunnen maken of zo. Dat zouden er ook weer punten zijn. Oeh, ik heb Pichu daar getriggerd volgens mij. Eens even kijken. Crookie. Nice. Willen jullie anders even de dam fixen? Wow, ja. Dit is ook echt wel een vette Magikarp shotje, hoor. Kom op, doe iets. Ik gooi eten naar jullie bidoofs. Yo, Tangrowd. Nu heb ik een goede foto van je. Je bent omgedraaid. Nice. What up, hier. Begin ook nog even te glimmen anders. Ja, nice. Heel nice. Oké, Tangrowd. Thanks voor dit. Oh, kijk hier. Hier. Ik moet hun laten glimmen. Ja. Dit is zo cool. Grookey en Pichu zaten daar precies naast zo'n Illumina plant. Ik hoop dat het goede foto's waren. Ik zag het echt op het laatste moment. Even kijken hoor, naar Pichu. Oh nee, zijn dit zulke slechte foto's? Ik dacht echt dat dit misschien wel goed was. Pak even een 2-ster Emolga foto mee, want die hebben we nog niet. Ja, en deze Tangrowd foto is sowieso goed. Kijk, we hebben veel meer punten nu op de Buffalant foto. Het zijn al 2000 punten extra. Hier ook 500 puntjes extra. Dan zijn dit allemaal bonuspunten. Dus we zitten nu op 6000 punten extra. Ah, dit wordt spannend hoor. Dit wordt spannend. Ja, kijk, hier scoren we ook veel meer op de Tangrowd foto. Nice. Dit moet en zal lukken, jongens. We kijken naar de score rechts in beeld. 8000 punten moeten erbij voor level 3. Ja, we zijn er. Lekker, we kunnen dit level nu op level 3 gaan spelen. Super cool. Ik ben zo benieuwd wat hier nu allemaal anders is, jongens. Kijk, die Buffalant loopt daar nu al anders. Grookey begint al gelijk blij te doen. En kijk, deze hebben nu gelijk al andere acties. Buffalant is nu daar midden op het pad. Dus hopelijk gaat hij... Oh, hij gaat niet naar ons toe draaien als ik dit op hem gooi. Oké, cool. Nou, dan niet. We hebben hier nu 2 Bidoofies. Yo, Bidoofies. Ik gooi daar even een appel bovenop. Ik moet nog steeds een beetje een goede Vervillion foto krijgen. Want ik heb alleen nog maar 1 sterren Vervillion foto's. Oh, Scorbunny. Scorbunny is nu ook hier. Yo, what up? Wat gezellig. Yo, Scorbunny, waar ga je naartoe? Oh, hij vliegt echt keihard weg. Hij staat nu hier tussen. Wat sta je daar dan te doen, jongen? Yo, Heracross, doe iets. Ik moet sowieso even een foto van je maken. Wat is er met die Heracross daar? Oh, een Pidgeot? Ja, heel cool. Oh, kijk nou. Ze hebben de dam inderdaad nu afgemaakt volgens mij. Ah, ik moet ook allemaal dingen scannen weer. Hier was die Tangrowd net. Ja, die is er nog steeds. Daar hoef ik in principe geen foto van te maken. Oké, wat gaat er nog meer allemaal gebeuren, man? Ik ben ook heel erg benieuwd naar het einde van dit level. Kijk, daar loopt Scorbunny weer. En Grookey. Is Sobble er dan misschien ook nog bij straks? Dat zou wel even tof zijn als Sobble ook nog komt. Kijk ze chillen. Kijk ze nou chillen hier. Wat een cuties. Dit is te leuk. Wat is Florga? Wat gebeurt hier dan? Wat gebeurt hier allemaal? Wow, wat is Florgus aan het doen? Die deed een of andere superactie. Die deed een of andere wervelwind of zo. Volgens mij was dat een speciale opdracht trouwens, jongens. Die Florgus net deed. Die we net vast hebben gelegd. Heel nice. We hebben nu 3 sterren Grookey foto. Ja, ik denk toch echt dat die andere Scorbunny foto wel beter is dan deze. Ja, en we hebben wel een mooie Pidgeot foto hier. En Heracross, jongen. Wat was die daar aan het doen? Yo, ja, dit is een 4 sterren Florgus foto. Deze is wel sick, hoor. Ik vind deze heel cool. Nou, ik zal niet langs alle foto's weer gaan, want de meeste... De meeste waren denk ik niet heel bijzonder. Ik was vooral heel erg onder de indruk van die wereld. Wat er nu allemaal gebeurde en wie daar allemaal waren. Ja, bijvoorbeeld deze Heracross, man. Die moeten we even zien te triggeren, joh. Want die deed nu niks. Die hing daar eigenlijk alleen een klein beetje. Ja, en deze Florgas, die hebben we nu ook compleet. Super vet. Dit is wel een mooi albumpje, hoor. Die van Florgas. Nice. Nou, ik verwacht niet dat we in één keer nu naar level 4 zijn. Daar hebben we nog veel meer punten voor nodig. Nog 63.000 punten. Als we nou naar de opdrachten gaan. Naar de requests. Hebben we dan deze niet toevallig gedaan? Sometimes Florgas seems to gather natural power from its surroundings. Would you mind getting a photograph of this striking behavior? Blijkbaar hebben we hem niet. En ik dacht dat we deze al hadden. Have you seen Gregsire jump into the lake? Die hebben we ook al gezien. En deze hebben we ook al gedaan. Misschien moeten we gewoon de perfecte foto's inleveren. Anyway, we zijn level 3 in 1 wereld. Doe een duimpje omhoog als je dit een vette video vond en als je meer wil zien. Laat even een leuke reactie achter. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete Pokémon? Wie vind jij het allerleukst? En vergeet ook sowieso niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon morgen bij de volgende Pokémon Snap video. Mazzel!